Gerard Horlings was onlangs 25 jaar bij Radio Parkstad. Dus is het nodig tijd dat we eventjes met Gerard gaan praten. Gerard, 25 jaar Radio Parkstad. Ja. Dat is nogal wat. Dat is zeker nogal wat. Hoe ben je bij Radio Parkstad gekomen? Ik ben bij Radio Parkstad gekomen door Harry Gankema. Op een gegeven moment kwam Harry Gankema bij me op bezoek. En die zei, moet je horen Gerard, wij moeten mensen hebben voor de radio. We zijn er maar pas begonnen, maar zoveel te meer erbij komen, zoveel te meer programma's kunnen we ook afleveren. Dus ik wou een beroep op je doen. Ah, ik zei, dat weet ik niet. Want ik heb hier een baan. Wat voor werk had je? Ik was toen koster van de kerk. En ik zei, dat weet ik niet. Ik zeg of dat kan combineren met Radio Parkstad. Hij zei, maar we rekenen erop dat je zaterdag al even komt kijken. Zo, dat is goed. Maar ik aarzelde er wel eerst over. En toch is het zo gekomen dat ik dus die bewuste zaterdag er naartoe ben gegaan. En ik heb daar eens even de zaak bekeken. En toen ik de studio inkwam, was Harry Gankema daar aanwezig. Jannie de Haan en Ineke Dozenboom, moet ik nou zeggen. Die waren er toen aanwezig. Die hebben me dus verwelkomd. En Ineke heeft toen een stemproef van me afgenomen. En die zei direct, dat is goed. Ja, Ineke was kort, hè? Als niet goed was, was het ook dek kort, maar als het goed was, was het ook kort. En zo is het eigenlijk begonnen. En was het zo, men wilde mij toen in een Gronings programma hebben. Toen heb ik gezegd, daar voel ik eigenlijk niet voor. Maar dat Gronings, dat ken ik niet zo goed. Dus dat doen we maar niet. Nou, zegt Ineke, dan hebben we wel wat anders wat voor jou. En dat is Laudato Domino, een programma van veelgevraagd gewijde muziek. Zeg, dat klinkt me wel als muziek in de oor, dat lijkt me wel wat. Nou, ze zei, daar kun je dan mee beginnen. En zo is er een balletje gaan rollen daarbij. Ja. Heb je nog wel ooit andere programma's gedaan? Want ik kan me eigenlijk niet anders voorstellen. Als Gerard is gewijde muziek. Ja, nee, ik heb ook veel andere programma's gedaan. Dat wil zeggen, ja, gewoon op locaties dan, hè? Ja, maar dat was later. Ja, ja. Dat kwam in de Schipperstrijd. Ja, we praten nu dus over de tijd dat we dus boven Meertens zaten. Ik heb dus gewoon dus het programma toen gedraaid. Eén keer in de week was dat geloof ik Laudato Domino. Zo ben ik dus begonnen. Ja. Was daar veel animo voor? Daar was schijnbaar veel animo voor. En ik kan je wel vertellen dat het programma draait nu nog. Alleen de presentatie is veranderd. Daar heb ik mijn collega Wim Zeeman heb ik daarvoor genomen. Omdat ik op een gegeven moment de techniek ging matigen. En gezegd, nou ik kan niet alles hebben. Wil jij dat? Ja, hij zei, dat wil ik wel. Maar dan zijn we weer een heel ver stuk verder. Ja. We zaten dus op het Bochtoosse Diep, boven Meertens. Ja. Klein, ja. Maar wel gezellig. Het was gezellig. Je had alles in één kamer. Hè. Je had een geluiddempende cabine. Want de geluiden van buiten moesten natuurlijk niet naar binnen komen. En dan had je tegen de cabine aan, had je dus de techniek zitten. En dan had je nog een klein hoekje. Daar hadden we dus de platen en de cd's staan. En zo is het eigenlijk begonnen. Het was maar heel klein, maar toch leuk. Wat ik wel leuk vond, dat werd me toen verteld, dat vergeet ik ook nooit weer. Als je naar het toilet toe moest, dan mocht dat alleen voor de uitzending, maar niet in de uitzending. Want de cabine die zat tegen de muur van het toilet aan. En mocht er iemand door kunnen trekken, dan kwam dat in de radio, in de huiskamer sterk. Dus dat mocht niet. Dat was ook zoiets. Ja. Nou, dat was heel leuk daar. Goed. Maar dat zijn voor mij heel kort geweest, hè? Ja. Ja, dat maar heel kort, hè? En toen kwam de Schipperstraat. Nou, dan zijn we daar naartoe verhuisd. Ja, maar dat zeg je nog wel eventjes. Zijn we verhuisd, maar in een vrijwilligersorganisatie wordt er niks verhuisd. Dat doe je allemaal zelf. Dat doen we allemaal zelf. Dus dat hebben we ook allemaal zelf gedaan, hè? Ja. Het is niet zo dat we dat in allemaal handen hebben gegeven. En dat is nogal een stuk werk geweest. Jazeker. Er kwam heel wat te kijken. En ik zie dat nog in de Schipperstraat ook. Er werd een stuk krijt gepakt en er werd op de betonvloer werd tekening gemaakt en zei zo en zo gaan wij hier de studio bouwen. En zo het op het krijtje getekend was, zo is het ook gebeurd. Ja. Hoe groot was die groep toen? Nou, dat was dan maar een heel kleine groep. Ik weet niet precies hoeveel mensen er toen nog al bij waren, maar dat was niet zo'n geweldige grote groep. Dus dan moest echt flink gewerkt worden om de studio voor elkaar te krijgen. Ja, ja. Maar dan moest natuurlijk wel weer gedraaid worden. Ja, moest weer gedraaid worden, ja. Dus, en dat ging dus ook. En dat lukte ook. Zei het dan met hele kleine middelen. Maar wij hadden de boel weer op tijd aan de praat. Dus de mensen die kregen daar geen problemen mee in de huiskamer. Want die hoorden dan, die hoefden de Radio Parkstad niet te missen, laat ik het zo zeggen. Ik vond het altijd een geweldig geluid. Gerard achter de microfoon.
Kun je nog één keer een plaatje aankondigen, zoals je toen deed? De volgende plaat is aangevraagd door mevrouw Jansen uit Meeden. Zij vraagt een plaat aan over het lied Kom tot uw heiland, toe verlangen niet. Mevrouw Jansen, vanaf deze plaats hartelijk gefeliciteerd alvast met uw verjaardag. En bij deze de plaat die u heeft aangevraagd. Oh ja. Nou, zo ging het, hè? Zo ging het dan, ja, hè? Zo ging het. En dan ja, daar ging jaren is dat gegaan. Ja, echt. En die stem van jou, die moet iedereen kennen, in Veenland. Ja, dat kan niet anders. Want die is zoveel gebruikt. Concert. Want je weet het zelf al met intocht en Sinterklaas en ja, nou, loop wel even weer vooruit. Ja, ja, want eigenlijk deed jij ook in het beginjaren van de Schipperstraat. Hoe was die opening trouwens? Kun je die nog herinneren? Van de Schipperstraat? Dat was de opening van de studio. Ja. Nou, dat was een heel gebeuren dus met Kees Hoogstraten. En er waren twee oude dames waren uitgenodigd van een bejaardentehuis. Ik weet niet meer hoe de namen waren, maar het waren twee dames die niet zo goed met elkaar konden opschieten. En dus dat kostte nog wel wat. Maar goed, dat werd dan later verteld. Maar de opening die was dus buiten. En Kees Hoogstraat die deed toen het openingswoord. En daarna werd de vlag gehezen van Radio Parkstad. En hier verklaren we dan officieel de opening van de studio hier aan de Schipperstraat. Zo is het eigenlijk een beetje gegaan. Ja, ja. Maar een groot feest, hè? Een groot feest. Ja, nou, dus daar viel ik ook alweer bij in. Hapjes en drankjes rondbrengen, je weet hoe dat gaat. Ja, ja, want ja. Jouw volgende functie in de Schipperstraat, dat was direct de hoofdhuishoudelijke dienst, ja, niet? Ja. Wat hield dat in? Nou, dat hield in dus dat ik dus ervoor moest zorgen dat de mensen die daar in de studio op bezoek kwamen, dat die op tijd een kopje koffie of een kopje thee kregen. En ik moest dus zorgen voor de verder gaan we zeggen wat er allemaal in, zoals in de keuken gebruikt moest worden, koffie, suiker en dat soort dingen. Dat was alles dus mijn pakje om te doen. Ja, dat er dus altijd koffie voor ja, was. Ja, ja. Dus ook een stukje inkoop. Ja, dat heb ik dus ook gedaan, ja. 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 Maar, en toen deed je dus nog alleen dat verzoekplatenprogramma. Toen deed ik alleen nog dat verzoekplatenprogramma. En heel langzamerhand. En langzamerhand mocht ik dan interviews doen. En toen ging het steeds stapsgewijs verder. Ja. Ja. En die interviews, was dat voor op de band of waren dat ook live interviews? Nee, dat waren allemaal live interviews. Hoe ging dat vroeger? Nou, ik vond het altijd, ja, dat zal ik je vertellen, ik kreeg dan een recorder mee. Hè, dan, ik weet nog me te herinneren in dat van Wildervang, dat Wildervang niet meer in het telefoonboek mocht staan. En toen ben ik bij een of andere drogist in Wildervang geweest, ik weet helaas de naam zo gauw niet meer. Maar in ieder geval, ik ging met de recorder heen en ik vroeg de jongens in de studio, zijn de batterijen opgeladen? Hij zei, ja, je kunt er rustig heen gaan, dat is helemaal geen probleem, hoor. Dat was de drogisterij Hemmen. Goed, dus ik kom daar bij die drogisterij Hemmen en ik zeg, ik wou even een praatje met die maken, want het gaat over dat geval van die telefoonboek, dat jullie daar niet meer in staan. Ik zou je maar vertellen, ik zet de recorder en meteen ging je ook uit en bleek dat de batterij maar door opgeladen. Maar dan sta je toch wel even voor joken. Maar goed, ik heb het zo gedaan dat hij er niets van heeft gemerkt, dus ik heb gewoon doorgepraat. En het is dan op zo'n manier dus rondgekomen, maar het is niet leuk. Maar dat gaat gebeuren. Ja. Dat gebeurt. Is dus nooit uitgezonden. Nee, dat kon niet. Nee. Maar ik weet mij trouwens ook nog een stukje te herinneren. Zoals? Annerveense Knal. Ja, fietst hem erin. Ja. Inderdaad. Het was snikheet weer, Bart. En ik zou daarheen om daar een verslagje te doen. En ja? Ik kom daar in Annerveense Kanaal. Nee, dat lijkt me hier niet goed. Ik zie praktisch geen mensen meer. Nou, op een gegeven moment kwam ik dan met de vrouw, nou jongen, de fiets erin, dat gaat niet door. Hè? En ik zei je vertellen, het was zo heet dat ik had gewoon verbrande benen door mijn pantalon heen. Verschrikkelijk. Het was niet te doen daar. Ja, dat klopt. Een leuke ding nog. Ja, leuk. Als je dan zo terugkijkt, dan is dat echt een hele mooie tijd. Ja, prachtig. Dus interviews doen. Ja. Heb je dus ook nog verder nog een eigen programma gehad? Of was het alleen het verzoek? Nee, het was altijd maar het programma Laudato Domino. Dat was eigenlijk het vaste programma wat ik deed. En dat is later toen nog bijgekomen dat ook de predikanten werden uitgenodigd om voor de weeksluiting. Dat hebben we dus ook tijd gedaan, maar dus ook op een gegeven moment was dat weer afgelopen. En waarom dat het toen afgelopen was, weet ik ook niet. Maar in ieder geval, ja. Dat je dus dit programma deed, had dat ook te maken met jouw werk toen? Dat je er op zo'n manier in gerold bent? Ik denk het wel, ja. Ja, het past er wel, hè. Ja. Zo is het eigenlijk wel. Hoe lang heb je dat nou gedaan? Dat heb ik 12 jaar gedaan. Ja. Lang, hè? Ja.
Die platen die je toen draaide, hebben jullie die dus nog steeds? Of? Die hebben we hier nog steeds, maar ja, we hebben natuurlijk ook steeds weer nieuwe platen. Je kunt niet steeds met oud speeltje aankomen. Nee, maar ik was even benieuwd of je dat dus ook opbergde. Ja, nee, dat hebben we hier nog. Ja? Ja. Ja, dat zit nog in het tarief. Dat blijft. Ja. Ja. Als je zo terugkijkt naar die 25 jaar, wat is dan eigenlijk het leukste geweest? Nou, wat ik leuk vond toen met die straatinterviews, merkte ik al gauw dat als je de mensen een microfoon toereikte, dat ze een stap terug gingen. Nou, daar was ik op een gegeven moment al aan gewend dat jij een stap terug en ik een stap vooruit. Hè? Dat zijn ook zo van die dingen. Ja. Maar leuk. Interviews, bij meewerken aan andere programma's. Ja. Doodnedenking. Doodnedenking. Om wat te zeggen. Truckersfestival in de Zwaaikom. Intro van Sinterklaas deed je ook altijd. Ja. Wat vind je ervan? Ah, dat is fantastisch. Zo mooi, hè. Dan zie je die kinderen daar allemaal en dan al dat grote gebeuren. Het is echt een groot gebeuren. Ja. Zoveel kinderen met ouders en zo. Nou, ja, en dan ben ik echt wel goed van de toon ingesneden. Nee, dan weet ik ook echt op dat moment wat ik moet zeggen. Voor de microfoon. Dat maar is ook een gaaf. Het is net of Sinterklaas zelf voor de microfoon staat. Ja. Het is gewoon... Je leef je helemaal in. Ja, echt, dat is ook zo. En dat denk ik dat goed is. Ja. Wat vind je ervan dat Sinterklaas nu na lange tijd eindelijk weer op het bordes is ontvangen? Daar ben ik erg blij mee. Ik vind het toch een mooiere ontvangst dan op de wagen die er altijd de laatste paar jaar voor stond, voor het gemeentehuis. Ik vond het niet zo prettig. Nee, dat hoort op het bordes. Dit doet veel meer. Gelukkig is dat weer zo. Ach, gelukkig. Je bent doorgegaan met techniek. Ja. Hoe hebben ze jou kunnen leren om na zoveel jaar nog je techniek te gaan doen? Ja, nou, het zat dus. Ik was... Maar dat heb je in al die jaren niet gedaan, hè? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Maar ik zag die jongens dus vaak achter die tafel en ik denk, ja, dat is ook wel wat voor mij. De vingers begonnen wel eens te jeuken en zo. Maar ik denk dat toch een beetje in je moet zitten. Een beetje een techniekknobbel. Dat leer je zomaar niet. En toch moet ik je zeggen dat ik het in 2 maanden heb geleerd met dank aan Jan Broers, die mij heeft opgeleid. Die zei, nou het is geweldig, klaar. Ja. En ik doe dat met plezier en ik vind het prachtig. Wat is nou mooier, techniek of een programma maken? Een programma maken is natuurlijk mooi, maar die soort dingen die heb ik in het verleden ook allemaal gedaan. Ik vind het nou dus echt mooi om de techniek te doen. Echt, daar komt ook heel veel bij te kijken, want het is oog in oog staan met de presentator en de techniek. He, maar, ja, maar samen maak je een programma. Ja, samen maak je toch een programma. Ja. Nou, dat is fantastisch. Zo mooi. Goed. Ik was echt blij dat ik dat gehaald had. Ja. Ja. 25 jaar Radio Parkstad. Ja. Ik kan mij niet herinneren dat er 1 medewerker het zo lang heeft volgehouden. Nee, dat denk ik ook niet. Dat denk ik ook niet, nee. Hoe heb je dat zo lang volgehouden? Ja, want je hebt wat medewerkers, wat collega's versleten. Heel wat. Ik heb heel wat zien komen en heel wat zien gaan. Maar ik heb altijd plezier in de werk gehad. En ik ben een man, ik mag graag onder de mensen zijn. En dat doet ook wat. Nou, dat heb je hier. Dan heb je met die, dan praat je met die en dan praat je met die. Het is steeds afwisselend. Schitterend. Ja, echt. Nog een paar jaar door? Ik ga een paar jaar door. Zolang ik gezond mag blijven, ga ik nog... rustig door. Wens ik jou heel veel plezier met je hobby Radio Parkstad. Dankjewel, Bart. En namens het bestuur van de lokale omroep kreeg Gerard een soort receptie aangeboden waar de meeste medewerkers hem feliciteren. Gerard. En hij mocht natuurlijk hele cadeaus in ontvangst nemen. Dankjewel. Ja.
Tot zover onze reportage over het 25-jarig jubileum van Gerard Hollings.